Peter van der Wiel, wethouder hier in Boksel. Ja, geschrokken van het rapport? Wij kennen het rapport niet, dus ik kan moeilijk zeggen dat ik geschrokken ben. Ik ben wel geschrokken van het feit dat het via de pers naar buiten komt. Dat wij het op die manier als gemeente Boksel hebben moeten vernemen. Want wij zijn natuurlijk een betrokken partij in dit dossier. Dus we hadden het toch wel zeker zo netjes gevonden als wij vooraf geïnformeerd waren vanuit Den Haag. En de teneur van het rapport, hoe erg is dat? Dat ze toch eventueel willen gaan instemmen hiermee? En nogmaals, ik ken het rapport helemaal niet. Ik heb alleen vanuit de pers vernomen dat de uitkomst zou zijn dat het veilig is. Hoe dat het opgebouwd is, hoe dat onderbouwd is, wij hebben daar helemaal geen weet van. Dus dat vind ik belangrijk om te weten. Wat wij wel weten als gemeente Boksel, dat het rapport per definitie onvoldoende is in de breedte van zijn opzet. Maar dat hebben we aan het begin van het onderzoek al gezegd. De onderzoeksopdracht is beperkt. Het is een literatuuronderzoek, een algemeen literatuuronderzoek, hoe de situatie in Nederland is. Er is dus bijvoorbeeld niet gekeken naar de specifieke locatie in Noord-Brabant, laat staan in Boksel. Nou, dat aspect zal zeker mee onderzocht moeten worden voordat je ook maar een zinnig besluit kunt nemen. Toch lijkt de deur nu wel open te staan. Ik ben benieuwd wat in Den Haag op dit moment de stand van zaken is. Want nogmaals, ik heb er helemaal niets van gehoord. Maar als Den Haag op basis van datgene wat er nu ligt zou besluiten om proefboringen plaats te vinden, zou ik dat onbegrijpelijk vinden. Want ook vanuit Den Haag, en dat is ook hetgene waar wij altijd om verzocht hebben, is aangegeven er moet een brede maatschappelijke discussie komen naar nut en noodzaak van schaliegasboringen. Er moet draagvlak in de samenleving zijn en er moet dus zicht zijn op die specifieke lokale situatie. Nou, al die drie voorwaarden, daar is op dit moment zonder meer nog niet aan voldaan. Dus ik kan me niet indenken dat in Den Haag nu beslist wordt om om proefboringen plaats te laten vinden. Stel dat gaat toch door, dat het kabinet toch besluit we gaan die proefboringen starten en we willen eigenlijk Boksel daarvoor gebruiken. Ja, wat kunt u dan nog? Nou, wij zullen in ieder geval contact opnemen met Den Haag om toch heel nadrukkelijk op te wijzen dat ze ook zelf aangegeven hebben. Ook vanuit de politiek, Diederik Samson heeft hier in de raadzaal van de gemeente Boksel aangegeven. Er komt eerst een brede maatschappelijke discussie voor er een besluit genomen wordt. Maar kunt u desnoods naar de rechter stappen? Wij zullen alle middelen in ieder geval daarbij aangrijpen. Ik kan daar nu niet op vooruit lopen wat daarbij allemaal mogelijk is en wenselijk en noodzakelijk is. Maar wij zullen wel uitdrukkelijk kijken wat voor ons allemaal mogelijk is. Ja, juridische stappen sluit u dus zeker niet uit? Dat zeg ik niet op voorhand. Ik ga er ook niet mee dreigen op dit moment. Want ik denk dat het belangrijkste is dat je als overheid met elkaar in gesprek gaat. Ja, om... Toch heeft u er zelf natuurlijk, bent u uit die klankbordgroep gestapt. De verhoudingen liggen al niet heel erg goed tussen u en het ministerie op dit moment. Hoe moet dit nou verder in de toekomst? Nou, ik ga ervan uit dat wij gewoon serieus genomen worden als gemeente Boksel. Kijk, als u hier om u heen ziet, u hebt zelf ook op de markt rondgelopen, dan ziet u gewoon heel veel bezorgdheid in de gemeente Boksel rond mogelijke proefboringen en schaliegas. Nou, die zorgen die delen wij als gemeente Boksel ook. En dat wil dus zeggen dat we gewoon heel serieus genomen moeten worden door de overheid en ook goed met elkaar in gesprek moeten. En dat we geen dictaat van bovenaf opgelegd krijgen. Ja, tot slot, u kent de inhoud van het rapport nog niet, wij kennen de inhoud van het rapport ook nog niet, maar de teneur is wel duidelijk. Kunt u daar een reactie op geven, wat u daarvan vindt, dat op basis van een literatuurstudie zo'n conclusie wordt getrokken? Nou, ik kan me indenken dat je zegt dat op basis van die literatuurstudie en die beperkte reikwijdte van dat onderzoek, dat dit de uitkomst is. Maar dan zeg ik, dan kun je absoluut nog niet daaruit concluderen dat je dus veilig kunt gaan boren naar schaliegas. Want er speelt veel meer. Er speelt gewoon echt een wetenschappelijk breder onderzoek. Er speelt dat je naar de lokale situatie moet kijken. Nou, dat soort zaken is nog niet gebeurd. Een zwarte dag voor Boksel? Dat vind ik voorbarig, omdat ik eerst wel eens ook vanuit Den Haag wil weten wat nu precies de stand van zaken is. Dank u wel.